Aan de nieuwe rondweg van Zutphen, de E348, staat een van de grootste tankstations van Nederland, dat van Brent Oil. Met 4 tankeilanden, 3 wascabines, een eigen bakkerij en in het station zelf zijn er verschillende gezellige hoekjes. De opening werd gedaan door Gaston, die het op zijn eigen wijze deed. En dat is je zusje, ja. China 2. Nee, dat is Bianca. Bianca, China en Anita. En daar gaan we dus vandaag mee doen. Op de foto. Dat is natuurlijk een voordeel doen. Maar ik wil het ook even om. We doen nog maar even uitleggen. Hoe het werkt met de bonnen. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Hoe is het? Johan hier. Leuk hoor, leuk, leuk, leuk. We staan even achter de kant hier. En ik denk dat Anita hier zwart werkt, want die hond alleen maar weg. We gaan vanmiddag iemand jarenlang gratis stenken uitreiken. Maar hoe noemen we dat? Met een bonnetje, geen idee. Als het goed is, als mensen hier gasten gedenkt hebben, dan krijgen ze een bonnetje en dan kunnen ze naar de tafel waar Marion staat. Marion, spijt. Marion! Dag Marion! Hallo Marion, hoe is het? Daar ook alles goed? Mooi, dat is positief. Dus hier wordt afgereden, en dan zou je maar gebeuren, ik heb een jarenlang gratis gaan tanken. Ja. Maar ook links van jou, wat ziet het er mooi uit? Wat hebben we daar? Suikerspinnen. Oh, hoe zoet zijn ze? Heel goed. Wie noemt de suikerspinnen? Het blijft wel heel rustig, want we hebben de leukste suikerspinmeisjes van Nederland bereid gevonden, dames en heren. Sta in een hoekje om het hier allemaal te regelen. Hoe is het? Ben jij? Tessa. Dit is Tessa en naast je staat? Ellen. Ellen. Ik zal het beter, ik ga het gewoon vragen. Jonge dame en meneer, hallo, hallo, hoe is het? Goed. Wat ben je aan het doen? Uitzoeken dit. Uitzoeken, en mocht dat? Ja. Ja? En heb je al gezien wat Tessa en Ellen, wat ze aan het maken zijn hier? Nee. Heb je wel eens gehoord van een suikerspin? Ja. En als we nou eens even vragen, wie heb je meegenomen hier naartoe? Wie zijn er met je mee? Papa en mama. Papa en mama. Als we nou eens vragen aan papa en mama of het goed is dat jij een suikerspin krijgt. Hallo? Ja, dat is veel belangrijker natuurlijk, begrijp het wel. Als we dat eens gaan vragen, is dat het leuk? Waar zitten ze? Waar zitten ze? Ja. Wie horen er bij deze kleine jongeman? U mevrouw, is het gelegaliseerd om ze een suikerspin aan te bieden? Of zegt u van nou dat is voor de gebitten niet zo heel positief en liever niet? Allebei. Allebei? Ja. Lekker poetsen vanavond. Even die borstel over de tanden heen hier. Wil u een suikerspin? Kom, gaan we maken. Tessa maakt er eens wat van, joh. Ga eens aan het werk. Zij gaf jullie suikerspinnen maken. En Chantal, zijn er dames en heren met de kassabon die aan het rad mogen draaien? Ja, volgens mij staan er al een paar te wachten. Ah, wat leuk, wat leuk. Hoe werkt het rad? Dit is hem, hè? Mars, mag je twee kanten op? Of maakt dat niet uit? Er mag twee kanten op. Hoe klinkt de orde? Heel mooi. Echt leuk, hè? Ja, bijvoorbeeld, wie heeft er een bon bij zich? Wat gebeurt er? Kom, meneer, kom eens even gezellig deze kant op. Hoe is het ermee? Goed. Jij mee door, dan kunnen we het allemaal een beetje vastleggen. Gezellig is dat. Hoe vindt u het geworden hier? Prachtig, ziet er goed uit. Ja, Brent Oil is binnen, hè? Ja, heel mooi. Dat dacht ik, het ziet er keurig uit. En u heeft getankt en daarmee mag u aan het rad. En het is zo, Chantal die gaat dat een beetje begeleiden. Er staan een heleboel prijzen op. U voelt hem al aankomen. Hij staat nou bijvoorbeeld te goed op een lekker broodje. Hoeveel broodjes hebben we? Genoeg. Genoeg. Dan komen de winter wel door. Maar bijvoorbeeld, er staat een jaar lang gratis wassen bij Brent Oil. Of bijvoorbeeld een waspakket of een taart of een digitale fotolijst. En lieve Chantal, mogen de dames in één keer draaien, twee keer, wat wil je?
Ik denk dat we 3 keer mogen draaien. Ja. 3 keer. Maar dat betekent dus, als je denkt van nou, ik kom zo meteen op iets wat ik niet zo leuk vind, dan draai ik nog een keer My Step. Dus het is een beetje dat je denkt van nou, laat maar proberen. We gaan doen. En wie bent u hier? Alleen. Alleen? Wat van uw werk? Wat, hoe laat is het dan? Wat voor werk? 11 uur. Wat voor werk doet u dan? Ziekenverzorging. Oké. En is het allemaal gelukt? Ja, gelukkig wel. Oké. Ik zeg het, rat is voor u. En dan gaan we voor de eerste keer, jongen. Nodig. Waar staat u? Zeg het zelf. Digitale fotolijst. Ja, maar u mag door, hè? Dat is genoeg. Dat is de bescheiden omgeving waar we hier zitten, hè? U zegt dat is voldoende zo. Dus dat heeft het leukste prijsmeisje van Nederland, ondertussen heeft ze hem al, met een heel hoog tempo, heeft u van Brent Oil een prachtige digitale fotolijst. Hoe is die? Waar je mee? Ja hoor, helemaal. Wat voor foto's gaan we erop zetten? Vakantiefoto's. Vakantiefoto's. Ik wens jullie heel veel plezier mee, hè? Leuk, 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 leuk. Hallo, lieve mevrouw. Hoe is het? Ja, ik ben wel prima. Ja, gezellig. Op zaterdagmorgen in Zutphen. Zo vroeg al, hè? Ja, vroeg? Ik kom net de kroeg uit. Oh. Ik ben doorgekomen. Nou, dat geloof ik niet. Nee. Op deze leeftijd eerder dat niet meer, hè? En ik ben wel voor. Ja, is helemaal goed, lieve schat. Hoe vindt u het geworden hier? Ja, fantastisch. We moeten het eerst wel zoeken. Zoeken? Ja. Hoe groot is het? Ja, heel erg. Nou, dat vind je toch wel? Prachtig hoor. Het is gelukt. Zoek en gij zult vinden. Zonde. Zullen we lekker aan het rad draaien? Laat maar doen. Ik ben er helemaal klaar voor. Dan komt ie. 3, 2, maar mag je niet zo gek doen. Maar hup, maar mee. Kijk, die meiden gaan helemaal los daar. Helemaal let. En we zijn. Stop, de bezinksopbuurt. Lieve schat, we staan op een... Wat staat er? Hallo? Ze neemt even afscheid. Hallo? Ja, wat staat... Dit is het en wat staat daar? Dit moet aan de fotolijst. Nee, kijk, het lipje. Het lipje hangt nog... Wat zeg jij, maar Chantal? Een digitale fotolijst. Ja. Wat zegt u? Ja, dat kan ik altijd een keer geven. Ja, is dat altijd. Maar is het met een taart ook? Of, en maar er zit ook nog een subcentrifuge in. Er zitten een tankbonnen in. Een winterpakket voor de auto. U? Wat zegt u? Vraag, hè? Ja, maar dan bent u wel die digitale fotolijst weer kwijt, hè? Die is weer weg dan. Ja, de man staat er weg. Waar zit de man? Die zit in dat bier. Nog een keer draaien. Maar die digitale... Ja? Maar ik ga geen echtscheiding op mijn naam zetten vandaag, hè? Dat doen we niet, hè? Dat je niet denkt van, toch maar... Chantal, vind je het verstandig of niet wat mevrouw doet? Ja, denk ik wel. Oké. Lieve schat, ik zeg later maar. Mag ik even de meiden erbij van de zuikers binnen? Tessa, Ellen, kom eens. Jullie stonden net zo leuk te swingen. Kom even hier, de voordrang. Mevrouw doet dat ding draaien en jullie doen eventjes het raddansje erbij. Dus jullie met z'n tweeën, ja, jullie stonden zo te swingen net. Dat zijn. Niet mee bemoeien, daarnaast. U mag aan de rad. 3, 2, 1 en dan gaat ie! Ja! 3, 2, 3, ja! Ja! Wat een feest. Stop de muziek. Dit was het, meiden. Goed gedaan. Complimenten. Nee, lieve schat, je staat op een broodje. Ja, ik heb net een lekker broodje gehad. Maar die was ook gratis. Ja, heerlijk. De laatste keer, hè, dan maar. Dan gaat hij voor de derde keer. Ratadadada. Kom maar naar beneden. En wat hebben we te pakken? Kijk, hij is er weer, hoor. Ja, doe maar. Het is de digitale fotolijst. Het is een heel mooi apparaat. En dan kunt u alle foto's van de vakantie, van de kleinkinderen, kunt u er allemaal op bij. Leuk, hè? Veel plezier ermee. Leuk aangeboden. We staan hier weer bij Cor Brasma, een van de eigenaren van Brandjol. Hoe is hij vandaag? Ja, heel erg goed. Gekke huis. Heel veel mensen weten de weg te vinden, komen op de openingsactie af. En ik hoop dat die ook straks blijven komen op ons tankstation. Nou, hoop ik ook. Kijk, jullie zitten aan een goede weg. Je verwacht hier ook een goede omzet, neem ik aan? We verwachten een hele goede omzet. Het is inderdaad een hele drukke weg. De doorgaande weg naar Deventer. De binnenkomst en de uitgang van Zutphen. En we verwachten heel veel goede klanten hier. Ja. Beter toch? En een hele mooie bakkerij erbij. Doelbewust gedaan.
Ja, doelbewust gedaan. Op de industrietrein is niet zoveel voorzieningen om te eten. En we proberen hier een gezellige sfeer te creëren, zodat mensen hier rustig een boterham kunnen eten. Vers brood wordt gebakken, veel versproducten, smoothies. En mensen kunnen rustig even zitten, laptop aansluiten. Daar verwachten we veel van. Ja, ik zag het net, een mooie hoed daar. Ik wens je heel veel succes toe. Hartelijk dank. Oké, ik zeg Groen Mark, welkom naar de Eagles. Kom maar spelen. Je hoeft niet met een lunchje te winnen. Dat is wel lekker hoor. Ja, maar...